Arjen Postma is er in de ploeg komen. Paas die dan op Oebelo Skokker. Die had maar een van zijn prachtige bewegingen in hoes. En dan is het derde trajectoire. Oebelo Skokker. Schitterend zat hij hier onderlooid. Skokker zelf. En hij krult die bal met een soort effect oer morgen hinnen. Wat een mooi moment voor Harkemasse Boys. Ze komen op 1-0. Leer Nijwerkjen. In de 44e minuut is het Oebelo Skokker. Jan Verslagen verspielt de bal. Maar kunnen we ik weer bestellen. En dan door Oebelo Skokker ook een Sint in het pompje. En zit de Harkemasse Boys naar 3-1. Arjen Postma. Oh, prachtig hakje. Oebelo Skokker. Die liggen de bal dan te verspillen. Waar maakt het dan zo? Binnenkant peel. 5-0 na 51 minuten. Oebelo Skokker. Hij is misschien wel het toonbeeld van de man die het begin van het seizoen nog net de vorm hier en nu weer ouderwets op dreef is. Hij houdt het oersjoch en scoort heel beheerd. H.C. Harmberg zit met 2-0 achter. De spelers aan het jet. Zet om, krijg kansen. En Oebelo Skokker. Wat een fantastische goal. Maakt hij in 2-1. Oebelo Skokker. Met Schaafsma tegenover zich. Fokker, beweging is al mooi. Maar verdedigt niet echt sterk. En dit is knap, zegt Van Skokker. Hij stuurt daar alles en iedereen het bos in. Inclusief keeper Aaron Malt. Ja, mooi afgemaakt. 1-4. Er zit voor beide ploegen behoorlijk wat druk op deze wedstrijd. Barendrecht is in de beginfase misschien wel de betere ploeg, maar Harkemasse Boys had Oebelo Skokker. Wat een geweldig doelpunt. Dit is maatwerk, hè? Prachtige pegel. En doelman Robert van der Velde kan er heel veel niet in inbrengen.